Het keizerpanorama is een ja. Ik heb hier een plaatje meegenomen, want ik heb natuurlijk ook opgezocht wat het was. Ik heb het nog nooit eerder gezien. Nee, het is niet zo heel erg bekend. Ja, het is een houten carousel met daarin 24 kijkgaten en 24 stoelen. Daaromheen kunnen even zoveel mensen plaatsnemen. Die kijken door die kijkgaten. Die krijgen dan een stereoscopisch effect. Het is driedimensionaal. In het midden staat een diaprojector, zet beelden uit. En dan volgt er een roterende voorstelling. En alle mensen bekijken dan beeld voor beeld die 24 verschillende dia's die vaak thematisch waren. Ja, dus het is eigenlijk een dia-show met 24 plaatjes. En die stereoscopisch zijn. Ja. En dat was destijds echt een sensatie. Dat was nieuw. Ja, want dat is een beetje hetzelfde. Je had vroeger ook de Master. De Viewmaster. Dat is een beetje hetzelfde principe, hè? Dat je dan twee beeldjes eigenlijk die hetzelfde zijn. Ja. Als die iets uit elkaar staan, dan krijg je een illusie van diepte. Precies. Dat is eigenlijk wat het doet. Ja. Waarom heb je een boek geschreven met deze titel? In eerste instantie wilde ik een boek schrijven dat zich afspeelde in een pension in Duitsland, in Brandenburg aan der Havel. En daar was ik al mee bezig. En toen bezocht ik een tentoonstelling in het Märkisches Museum in Berlijn, dat nu helemaal gerenoveerd wordt, maar toen nog helemaal mooi intact was. En daar stuitte ik op dat keizerpanorama. En ik vond het een hele mooie metafoor voor dat boek waar ik inmiddels mee bezig was. Omdat het zo gaat over kijken vanuit een bepaald perspectief. Dat panorama werd ook echt aangestuurd. Het waren beelden van koloniën bijvoorbeeld. Of beelden van het vroegere keizerrijk. Of beelden van Berlijn, wat dan ook. Maar de blik werd wel heel erg gestuurd. En in mijn boek vraag ik me ook af van, ja, hoe kijk je naar je omgeving, naar mensen, naar beeldende kunst, hoe dan ook. En vanuit welk perspectief. En waarom kunnen we iets nooit in de volle omvang zien. Ja,